Aan tafel Schelte van West en Patrick Lodiers. Schelte schreef Patrick onlangs ten einde raad een brief. Schelte heeft een nieuw hart nodig en de tijd begint te dringen. Aanleiding voor de brief, de nieuwe donorwet van Pia Dijkstra... waarover morgen in de Eerste Kamer wordt gedebatteerd. Kern van die wet, iedere volwassene is automatisch donor... tenzij je aangifte geeft dat niet te willen. Doel, uiteraard meer donoren. Goedenavond. Iedereen automatisch orgaandonor, tenzij je bezwaar maakt. Voor het wetsvoorstel hebben 75 leden gestemd, daartegen 74. Daarmee is het wetsvoorstel aangenomen. Familieleden kunnen alleen nog in uitzonderlijke gevallen bezwaar aantekenen. Dit moet dus nog door de Eerste Kamer. En los van de vraag wanneer de Eerste Kamer dit wetsvoorstel gaat behandelen, natuurlijk nog steeds de vraag, haalt dit wetsvoorstel ook in de Eerste Kamer een meerderheid? De emotioneel beladen wet op de orgaandonatie wankelt. Senatoren mogen ieder individueel hun afweging maken. Het is en blijft een gevoelige kwestie. En het is daarom nog moeilijk te zeggen hoe de stemming in de Senaat zal uitpakken. Ja, dat wordt echt reuze spannend. Schelte, jij schreef een brief aan Patrick. Wat mankeer jij? Ja, ik heb een aangeboren hartafwijking. En die houdt eigenlijk in dat ik verdikking heb van de hartspier. En doordat er altijd spanning eigenlijk op heeft gestaan... dus eigenlijk een soort kramp in wat je in je kuit hebt... gaat op een gegeven moment wordt de spanning te veel... en dan gaat de rek eruit, zeg maar. En dat is eigenlijk 29 jaar tot 30 jaar is dat goed gegaan. En sinds 3 jaar, 2,5 jaar zien ze dus dat... dat mijn hart elastischer wordt en zeg maar zijn... de compactheid verliest en daardoor zeg maar zijn kracht ook verliest. Waardoor mijn kamers uitzetten en waardoor ik uiteindelijk mijn volledige pompfunctie zal kwijtraken. Waardoor ik dus in het ergste geval of dan zal ik overlijden daaraan. Dus, mm-hmm.